Wouter Gudde, schram op je scheenbeen, maar dat is niet de enige schade van vanavond. Hè? De 3-0 ja, 3-0 verloren. Cruciaal is dat we snel weer naar achter komen. Dat is alles wat je moet verslagen om voorkomen hier. Als je met 0-0 eerst 20, 50 minuten erop komt, gaat de Graafschap wat meer risico nemen, krijgen we meer ruimte. Kan gebruik van maken, maar 1-0 speel je eigenlijk een beetje in de kaart. Wat gaat er fout bij die 1-0? Want het lijkt een wereldgoal van Poupon, maar jullie staan daar om dat te voorkomen natuurlijk. Ja, we staan in zonder dekking bij een corner en de bal valt volgens mij de eerste paal. En ja, hij komt inlopen. Ja, hij kan hem eigenlijk vrij inkoppen, dus daar gaat iets niet goed. Ik moet zeggen, ik weet niet, ik stond aan de achterkant, dus ik kan me niet helemaal herinneren wie daar verder bij staat. Dan aan het einde van de eerste helft, dan laten jullie je ineens zien, hè? Dan komen de kansen. Ja, dat scenario, dat zei ik net ook, het was ook gewoon met 0-0 gebeurd. Maar Graafschap moet dan wat verder naar voren spelen, wij gaan ook verder naar voren spelen. De eerste helft moet je zo eerst, daarna krijg je meer ruimte om te voetballen. En dan kunnen wij ook echt wel wat laten zien. Alleen, ja, dat is jammer dat die dan niet valt. En ja, de tweede helft, ik denk dat wij twee, bij 1-0 met 2-0 twee keer de mogelijkheid krijgen om in ieder geval een goal te maken. Dat doen we niet in Graafschap. En dat heet dan de welkom in de Eredivisie? Ja, moet niet overdrijven. De Graafschap speelt ook gewoon de eerste wedstrijd. Maar wat zegt dat, dat je van de benenkomen fan is met 3-0 verliezen? Nee, ja. Niks, zo kijk ik niet naar. Ze hebben 3 punten verloren. Volgende week zijn er weer 3 te verdienen. Of dat belangrijk is. Tegen Feyenoord. Ja, ik zei net tegen Alex Pastoor, misschien is dat qua voetbal misschien wel makkelijker voor jullie dan deze wedstrijd. Ja, weet ik niet. In ieder geval thuis en op ons eigen veld. Wat kleiner. Ja, we moeten ook maar eens kijken hoe Feyenoord de eerste wedstrijd doorkomt. En dan zien we volgende week wel eens. Maar eens weer alles oppakken en werken naar volgende week. Hoe kijk jij zelf op je eigen wedstrijd terug? Ik vind dat ik wel een redelijke wedstrijd heb gespeeld. Ik denk dat ik goed in duels heb gespeeld. Goed in organisatie samen met Lena en Richo. Maar ja, kijk, ik ben niet meer echt. Ja, het is leuk als je zelf in het spel, maar ik had liever hier gewoon een resultaat in ieder geval neergezet. En ik baal gewoon zelf van het feit dat we zo makkelijk de eerste goal hebben gegeven. Ja, dat is eigenlijk een beetje waar je op gehamerd hebt. De feiten al beter dan. Ja, dat is gelijk, ja, dan moet je echt voorkomen. Oké, okay, ja, dat is goed. Dank je. Hey, goed zo.